Ik had nooit gedacht deze video te maken, maar ik ga het gewoon doen. Waarom niet, weet je wel? Ik was namelijk al YouTuber nog voordat heel veel andere momenteel bekende YouTubers in Nederland al YouTuber waren. Ik deed het zelfs al, nou ik zie het hier voor me, 11 jaar geleden. 11 jaar geleden plaatste ik mijn eerste video. En was dat een game video, Roy? Nee, zeker niet. Dat was een hele andere ambitie voor mij, iets wat ik toentertijd super leuk vond om te doen. Namelijk goochelen. Ja man, ik was echt zo'n guy die op verjaardagen een spelletje kaarten meenam. Omdat hij zijn goocheltrucs wilde laten zien. Ik wilde de shine pakken. Ik vond het geweldig om er ook echt een heel showtje van te maken. Dus ik was toen al echt iemand, ik hield van entertainen. Vandaag gaan wij dus reageren op mijn allereerste YouTube video ooit gemaakt. Die staan namelijk nog op YouTube. Ik heb alle video's wel op Unlisted gezet, oftewel op verborgen. Volgens mij zelfs op privé. Daar laat ik ze ook vooral op staan. Maar het is wel heel erg grappig, denk ik, om nu eventjes met jullie naar te gaan kijken. Want ik was dus al 11 jaar geleden eigenlijk al een YouTuber. Alleen toen was ik een goocheltruc YouTuber. En dan voornamelijk met kaarttrucs. Dus jongens, laten we gaan kijken naar, ja, niet de allereerste, maar gewoon gelijk naar de video waar je duidelijk merkt waarschijnlijk dat ik het ben. En die video dateert dus uit 11 jaar geleden. Holy damn. Kleine Roy, please come in. En stil de show met je kaarttruc. Toenertijd had ik er 1669 weergaven mee in 11 jaar. En ik weet dat er nu wat meer mensen naar gaan kijken. Dus nou ja, hè, praat ik even tegen mezelf, maar dan 11 jaar terug. Kleine Roy, het is toch goed gekomen. Er gaan nu heel veel mensen naar je kaarttruc kijken. Oh mijn god. Mijn stem alleen al. Let op mijn stem. Let op mijn stem. Oh. Welkom bij de truc van Roy. Oh man. Dat shirt ook. Wat had ik aan? Oké, okay, ik draai 1/4 om. Let op de kaarttruc, hè. Ja. Helft om. De helft om. Al die kaarten die nu open liggen, die pak ik er allemaal af. Wordt die dicht. Dit leg ik hier. Hier neer. Oké, nog ongeveer een beetje. Deze twee kaarten goed onthouden. Blijkbaar schrijf ze even op. Je onthoud ze goed. Die ogen! Deze twee kaarten. Oh, erg. Wat cringe. Hier middenin. Oh, oh man, dit is zo cringe. En dit kaartje stop ik hier middenin. Nu zijn we die kaarten echt kwijt. Oh, dit is echt erg. Let op. 1, 2, 3, jeet! Ik vind nou twee kaarten uit de stapel. Dat kunnen niet die twee kaarten zijn, nee, no way. Wat? Het zijn de twee kaarten. Ja, het zijn ze gewoon. De harte 8 en de schoppen 6. Dit was mijn truc. Ja. Kijk dit! Ah! Kijk me staan dan, ouwe. Kijk me staan. Oh mijn god. Ook echt die titel. Kaarttruc tussen haakjes deel 2. Ja, we gaan zo dus naar deel 1 kijken. Mijn echt officiële eerste video. Maar damn, kijk me staan, ouwe. Deze keuken, die hebben we volgens mij nog steeds. Ja, die hebben we serieus nog steeds. Dit is natuurlijk in het huis van mijn moeder. Kan je nagaan, de keuken. Mam, ik weet dat je kijkt. Deze keuken zit er al langer dan 11 jaar in, gek. Je moet een nieuwe keuken erin knallen, mignon. Nou, ze zeggen dat je met keukens 15 jaar kan doen, toch? Wat is dit bizar raar om te zien. Die klapdeurtjes hebben trouwens ook nog die achter me kan zien. En die hebben wel geverfd. Die zijn inmiddels een andere kleur. Holy damn, maat. En het zieke was ook nog. Ik weet nog heel goed in deze periode. Want je had al best wel wat goochelfilmpjes op YouTube staan. Ik was zeg maar die guy. Die had zoiets van, ja, weet je wat ik doe? Ik ga van anderen afkijken hoe ze het doen. Dus zij moeten het met uitleg doen. Dan ga ik vooral trucjes nadoen en dan kan ik ze ook. Maar ik zal nooit in mijn filmpje de uitleg erbij vertellen, weet je wel. Ik weet nog heel goed dat ik dat toen dacht. Ik was echt zo'n mannetje. Nou, 11 jaar geleden. Toen was ik letterlijk 11 jaar. Ik ben nu 22. Dus we zijn letterlijk een heel leven verder eigenlijk. Toen weet ik nog wel dat ik zo zat van, nee, ik ga geen uitleg erbij vertellen. Hell to the no. Daar begon ik later mee, toen ik ietsje ouder werd. Maar jeetje, mannen. Kijk, dit is officieel de eerste waar we nu heen gaan. Officieel mijn allereerste YouTube video ooit. Dat is namelijk deze, waar we nu naar gaan kijken. Begint hij weer. Welkom bij de truc van Roy. Ja, dat was, als het welkom bij de truc van Roy was, dan was het menens. Dan was het serious business. Daar gaan we. Welkom bij de truc van Roy. Ik heb hier een kaart. Oh, man. Ik vind mezelf hier er ouder uitzien dan de vorige video. Of zo? Nee, ze zijn allemaal verschillend. Dan vraag ik jou. Kies een kaart.
Eigenlijk zou ik deze... Wacht. Bij 15.000 likes ga ik de kaarttruc die ik in deze video doe, ga ik nog een keer doen. En dan ga ik hem uitleggen. Ik weet nog niet in welke video ik dat dan doe. Maar deze kaarttruc is serieus heel goed. Dus let goed op hoe deze... Wat ik doe, zeg maar. Wat de kaarttruc is. Hij is best wel nice, weet ik nog wel. Deze kaarttruc, dit was echt de eye-catcher op feestjes. Komt-ie. Nou, iemand pakt gewoon een kaartje. Laat hem even aan de toeschouwers zien. Aan de 8792 toeschouwers. Nou, hè? Laat hem even aan de toeschouwers zien. Leg hem dan hier bovenop. Vervolgens pak ik zelf de kaart om hem daar neer te leggen. Dan zoek ik nu over in het midden. Ja, is daar ongeveer in het midden? Dat stop ik onderop, oké. Okay. En dan vraag ik jou van... Ja? Ja. Is dit je kaart? Dan zullen ze nee. Dan zullen ze nee zeggen. Je hebt iemand gevraagd... Je hebt iemand gevraagd om een kaart te pakken? Nou, die pakt de kaart. Vervolgens vraag je... Nou, doe hem maar in het midden. Doe maar in het midden. Daar heb ik schijnbaar al moeite mee om die controle uit handen te geven. Dus ik beslis, nee, dat gaan we niet doen. Ik pak wel even de kaart en leg hem samen met jou in het midden. En vervolgens, dan vraag ik jou van, ja, is dit je kaart? En in plaats van dat ik dan mijn moeder of wie dan ook die kaart pakte, laat antwoorden, is van, dan zullen ze nee zeggen. Nou, dan leg ik hem onderop. Oh man, wat... Echt, dat zie je pas dan natuurlijk als je ouder wordt. Dan zie ik echt van, wat ben ik hier nou eigenlijk aan het doen? Vraag dan niemand om mee te doen met je truc. Pak dan gewoon zelf een kaart in het midden. Laat hem aan de camera zien. Stop hem weer zelf terug in het midden. En vervolgens van, nou, is dit de kaart? Nou, als het goed is niet. Dus dan... Ah, dan heeft het gewoon helemaal geen nut om iemand erbij te vragen voor de video. Want die had gewoon letterlijk... Die mocht niks zeggen schijnbaar. En niks doen. Is dit hem? Zullen ze ook nee zeggen? Ja, mam. Het is leuk dat jij de kaart pakte, maar ik bepaal voor jou dat het hem niet is. Ja. Maar het zijn ze echt niet. Zullen ze ook nee zeggen? Ze schoppen. Wat was het nou? Waren dat die twee keer dezelfde kaart? Zullen ze ook nee zeggen? Hold on. Let me see. Leg ik deze. Oké, we hebben hier de harte 10. Oh, wacht. Oké. Welke kaart hadden we ook alweer? Oké, mijn moeder had een schoppen 9. Schoppen 9, oké. Die had ze gepakt. Dat is mijn moeder, zo te zien. Nee, ja. Want wat is dit dan? Ah, dat is schoppen 5. Ja. En wat kwam er daarna? Ah, dat is schoppen 6. Ja, het lijkt een schoppen 9, maar dat komt omdat je de bovenkant van de kaart niet ziet. Maar dat is schoppen 6. Ja, schoppen 6. Dus hier zit hij niet bij. Nou, dan zullen ze nee zeggen. Dan zit hij de stapel. Stapel ze op deze manier op. Nou, ik stapel ze op. Magic is about to happen, ladies and gentlemen. Ga ik het nog een keer vragen. Kijk, nu ga je dus ook zien. Het is een schoppen 6, niet een schoppen 9. Want schoppen 9 is van moeder. Let op. Dat mocht jij denken. Ah, dat wel, schoppen 9 staat er al bij, hoor. Ik hoop dat nu duidelijk wordt. Zie je? Schoppen 6. Zag je dat? Het was schoppen 6. Dus hij zit daar echt niet bij, tussen die kaarten. Toch? Midden in de stapel. Ik pak de stapel. Ik pak de ene. Ja, dit is magic. Oké. Okay. Dat heb ik van Hans Klok geleerd. Ik stapel ze weer op. En nou, dan kan je iemand vragen. Hou het stapeltje even zo van mij vast. Nou, vraag het dan. Dan zeg je, kijk, niks hè. Kijk, niks hè. 1, 2, 3. Oh man. Ik straal er 3 vanaf. Waardoor ik er nog 1 over heb. En dat is? Dat is jouw. En dat is jouw kaart. Dit was mijn truc. Ja hoor, daar hebben we hem weer. Ja. Kijk. Ik was ook zo trots. Ik was ook gewoon zo trots. Kijk. Kijk me staan. Echt. Oh man. Echt zo van, yeah, I got this man. Ik kan de wereld aan, want ik heb echt een koude goede kaarttruc gepoeld. Oh, ik was hier zo trots op, hè. Dat weet ik echt wel. Ik was hier zo trots op. En op een gegeven moment kwam ook dat moment dat ik helemaal gek was van Uri Geller. Weet je dat nog? Ja, dan moet je wel... Zeg maar, als je ouder bent dan 18, dan weet je dit, denk ik. Misschien was als ouder dan 19. Alleen dan weet je dit.
Er was namelijk zo'n show op tv, toentertijd, en dat heette de zoektocht naar Uri Geller of zo. Of de nieuwe Uri Geller, dat was het volgens mij. En Uri Geller, voor de mensen die het niet weten, dat is dus een guy en die kon lepels buigen. Zonder dat hij ze zelf echt daadwerkelijk boog. En dat was heel bizar, daar kon hij naar kijken en dan boog de lepel. En hij kon nog allemaal andere zieke shit. En ik wilde dat ook kunnen. Ik had zoiets van, yo, hoe doet hij dat? Dus ik wilde lepels buigen. En toen kwam ik op de volgende truc. Volgens mij is dat deze. Ja, kijk. Hier had ik gelukkig wel van mijn haar gedaan. Net had ik de hele tijd mijn haar niet gedaan. De ene keer kwam ik onder de douche vandaan. De andere keer had ik er geen zin in. Maar hier is tenminste mijn haar gedaan. Hey, I was prepared. Waarmee je een lepel kan buigen. Daar heb je een lepel nodig voor nog. Kijk hoe klein ik ben, ouwe. Nou, ik pak een lepel uit de bestekla. Met die lepel kan ik iets geks. Met die lepel kan ik iets geks. Ik schrijf een beetje over. Daar gaat hij al bij. Nu heb ik een lepel gebogen. En dit was mijn truc. Dat was hem al! Ja! Dat was de tijd dat YouTube-video's helemaal niet zo lang hoefden te duren. 10 seconden was er weer voorbij. Ja, even een lepel gebogen. Daarmee kan je absoluut geen soep meer eten. En klaar. Ja. Oh man, wat was dat tof. En dit ga ik gewoon even vertellen, weet je wel. Waarschijnlijk had je het al door, maar voor de mensen die niet door hebben van Roy. Hoe deed je dat nou, joh? Hoe deed je dat nou? Nou, dan zal ik jou eens even vertellen hoe ik dat deed. Ik had dus een lepel, weet je wel. En die kon je dan kopen. En dit is even een shout-out naar het kanaal van Roy for Friends. Hij is de manager, als het goed is, van Bankzitters en de oprichter van Creators FC. Dus dat is wel heel erg grappig. Hij is van het kanaal Goochelen Doe Je Zo. En tegen hem keek ik zo erg op, ouwe. Dat is niet normaal. Ik keek alles van hem. Waarom? Hij heette toevallig dus ook Roy. En hij maakte dus kaarttrucjes, maar ook andere dingen. Gewoon überhaupt goocheltrucs. En hij deed ze allemaal, bijna allemaal, met uitleg. Nou, dat was natuurlijk legendarisch. Want ik als jong jochie wilde het liefst zoveel mogelijk kaarttrucjes, andere trucjes, dingetjes, voor feestjes en op school en zo wilde ik allemaal laten zien. Dus ik keek gewoon bij hem af, weet je wel. En als mensen dan mij vroegen van, Roy, hoe kan je toch altijd trucjes? Zeg ik van, ja, weet niet. Ja, leek mezelf aan, weet je wel. Maar eigenlijk kwam het dus door Roy for Friends. En die lepel, daar zat dus een scharniertje in bovenaan. Dus je moet het zo zien. Je hebt zeg maar zo een steeltje. De steel van de lepel. En dan dat rondingje. Dat was, ja, met een scharniertje zat dat vast erop. Dus als jij dan de lepel pakte en je vingers over het scharniertje heen legde, dan zag je natuurlijk niet dat er een scharnier zat. En dan kon je heel langzaam de druk, dus je hield hem dan stevig vast en heel langzaam liet je de druk een beetje los. Waardoor dat scharniertje zo langzaam, ja, ging buigen. Dus dat was de magic lepel. En die had ik toen gekocht in de webshop van Roy for Friends. Dus vandaar even een dikke shout naar hem. Ja, hij was letterlijk mijn jeugd. Legit. Ik heb allemaal goochel filmpjes van hem gekeken. Het was echt legendarisch. Volgens mij staan ze nog steeds online ook, die filmpjes van Roy for Friends. Zoek dat maar eens een keer op. Goed. Heb ik nog meer leuke dingen? Oh ja, deze met de zakdoek. Ja. Goocheltruc deel 3. Ja. Ik heb hier een zakdoekje. Gewoon een zakdoekje, weet je wel. Ja, maar opgestrookt. Nou, dan gaat de zakdoek, hè? In de vuist zo. Hij kan niet in de mouw, want hier zit de mouw. Dus hij gaat in de mouw. Hij kan niet in de mouw? Hé. Ja, dat zien we, Roy. Dat zien we. Wat je dan nog maar hoeft te doen, is blazen. Wat moet je dan doen? Oh, blazen, oké. En hij is weg. En dan stop je en dan... Nou, dat gaan we even terugkijken, hoor. Want dat vond ik wel heel ongeloofwaardig, Roy. Hoe deed je dat nou? Afspeelsnelheid. Oh, top dat de video's ook op 480p zijn. Ja, waarschijnlijk hadden we toen nog geen HD, weet je wel. Dat zou me niks verbazen. Afspeelsnelheid 0,25. We gaan eens even kijken. Oh, hij blaast. Nee, hij heeft nu duidelijk zijn handen zo. Hè? Ik heb duidelijk mijn handen, maar dat zakdoekje is echt weg. Waar is die nou? Ik zie hem niet, hoor. En hij is weg. En vervolgens, hoe ga je het weer oplossen? Ik wil wel mijn zakdoek terug, weet je wel. Een stopje en dan... Oh, een stopje. In een andere vuistje. Oh, ik versprak me bijna. Hey. Maar niet uit. Oh! Hé! Hey! Zie je? Ik ben ook zo trots. En dit was de truc. Ja, dit was mijn truc. Oh, wat blijft het awkward lang doorgaan? Oh, wat blijft het heel awkward lang doorgaan?
Maar blijft het heel awkward lang doorgaan. Moet je kijken. Nee, was met u. Ja, oké, okay. Het was voorbij. Hé, hey, daar hebben we weer de net gedouchte Roy. En toen dacht ik, weet je wat? Ik stop er even mee. Ik laat de goochelcarrière op YouTube laat ik even varen. Ik zet het even, ik parkeer het even, weet je wel. En ik ga er later misschien wel weer ooit aan beginnen. Want dit, uit welk... Kijk, dit was gewoon letterlijk 30 maart 2008, hè. En deel 4 was dan weer op 16 april 2008. Dus dat zat best wel dicht bij elkaar. Maar toen dacht ik na deel 4... Roy, het is even tijd om afstand te doen van YouTube. Van het goochelen. Want, ja, ik weet niet. Dat werd niet zo heel goed bekeken. Het was niet zo heel denderend. Ik kreeg andere interesses. Hè? Toen wilde ik in één keer weer acrobaat worden. Toen wilde ik weer politieman worden. Ik heb van alles gewild vroeger. En toen dacht ik op, ja, wanneer was dat eigenlijk? Op 23 augustus 2010. Weet je wat, Roy? 2 jaar later dus. We gaan gewoon nog een poging wagen. Hier, we gaan dus nog één keer even kijken naar wat iets wat oudere Roy... die weer goochelambities had. Nou, en dit keer, hey, met uitleg. Kaarttruc met uitleg. Daar gaan we. Oké, okay, welkom bij de goocheltour van Roy. Hey. Deel 5. Mooi kapsel. En dit keer ook met uitleg. Kijk ik dat heb, kapsel. Ik heb altijd geen filmpje meer gemaakt. De laatste keer was volgens mij 2 jaar geleden. Klopt. En veel reacties gebeuren, Roy. Gehad. Bedankt daarvoor. Ja, en, veel reacties. Nou, nu een nieuwe goocheltruc. Ik heb hier gewoon een kaartspel met gewoon allemaal verschillende kaarten en zometeen gaat iemand de kaart trekken. Echt zo'n groep 6 kamer had ik hier. Wil je even de kaart komen trekken? 2010, hoe oud is het toen? 2010. Dat is 10 jaar geleden. Toen was ik 12, zat ik in groep 8. Ja. Damn bro. Ook echt die Guitar Hero op de achtergrond. Oh man. Zit die in de stapel? Trouwens, voor de duidelijkheid, dit is gewoon de plek, hè, waar ik gewoon moeilijk lang mijn YouTube kanaal heb onderhouden. Mijn Royalistic kanaal, zeg maar. Misschien herken je die witte kast wel. Die landkaart alleen niet, dat rare potloodtafeltje achter mij ook niet, die Guitar Hero ook niet. Maar dit was wel gewoon de kamer. De kamer waar heel Royalistic is ontstaan. Waar ik gewoon heel lang bij mijn moeder dus al mijn opnames en zo heb gedaan. Hier zit historie in. Het begon dus allemaal ooit met goochelen, jongens. Wie had dat gedacht, hé? Oh, oh. Ik ga nu schudden. Alles door elkaar schudden, alles het anders. Ja, alles door elkaar schudden. Alles, ja. Hop. Ah, hij kan wel schudden, die Roy. Ja. Nog een keer schudden. Voor het geval je dacht, hey. Oké, ik ga niet door de kaarten heen kijken en dan zal ik hem vanzelf zien. Ga je door de kaarten heen kijken? Volgens mij was dit hem. Is dat goed? Ja, dat is hem. De ruit aas? Oké, nou, als dat er niet was, dan ga ik nu de... En uitleg! Die ga ik niet vertellen. Of tenminste, die wil ik best vertellen, maar die ga ik niet laten zien. Dat duurt weer heel lang. Nee, de uitleg, dat was zeg maar zo'n kaartspel met een tekstje achter op de kaarten. En, ja, je kon duidelijk zien wanneer het op de kop was of niet. Want als je de kaarten andersom hield, dan stond het tekstje ook op de kop. Dat was niet zo'n tekstje die aan beide kanten hetzelfde was. Dus wat ik dan deed, dan deed ik alle tekstjes recht. Dus allemaal dat je het gewoon kon lezen. En dan stak ik de kaart van Sander, want hij heette Sander, stak ik dan andersom in het kaartspel terug. Waardoor dat de enige kaart was waarop de achterkant te zien was dat de letters verkeerd omstonden. Dus toen wist ik, hé, dat is de kaart. Dus zodoende, dat was het geintje. Ik heb nog een paar goochelvideo's hier tussen staan. Dus mocht je nou denken van, nou Roy, ik vind het goochelen eigenlijk best wel geinig en ik zou nog meer van jouw goochelvideo's willen zien, dan moet je dus gewoon eventjes kijken op dat duimpje omhoog drukken. Ik heb jullie een belofte gemaakt, namelijk dat als deze video 15.000 likes haalt, dan ga ik kaarttruc deel 1, die hele zieke, die ik heel ziek vind, met die 4 kaarten op tafel, waar die dan duidelijk niet tussen ligt, weet je wel, die kaart die getrokken is. En vervolgens weet ik hem dan toch, bam, stapeltje afslaan. Ik heb dan toch die schoppen, 9 was het volgens mij, had ik dan toch in mijn handen. Die is heel lijp, en geloof me, als je die op verjaardagen laat zien, dan wil iedereen weten hoe je dat hebt gedaan. Wil je nou dat ik die ga uitleggen, dan zullen we gewoon even 15.000 duimpjes moeten hitten. En dan ga ik ook gewoon het deel 2 maken, een vervolg hierop, want er zijn nog meer video's van mij die ik vroeger heb gemaakt, die ik nog nooit eerder heb laten zien. Ik wil jullie bedanken voor het kijken voor nu. Hopelijk vonden jullie de video leuk en wil je dus nog even belonen met een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer, en dan zie ik jullie ook allemaal weer bij de volgende video. Laters.